Ik zat ineens te denken, laten wij elkaar eens wat beter leren kennen. Ik heb een neusoperatie gehad. Can't choose. Hoi, superleuk dat je kijkt. Daar ben ik dan eindelijk met een extra video weer. Het heeft even geduurd, maar het is gewoon echt super moeilijk wanneer je probeert te werken. Alleen maar in de tijden dat je babytje slaapt. Maar er is ie dan. Ik wilde deze al heel erg lang maken. Het is namelijk de 50 Facts video. Oftewel 50 gekke feitjes over mij. En waar ik ook heel erg benieuwd naar ben, is gekke feitjes over jou. Dus laat even weten in je reactie hieronder wat jouw gekke dingetjes over jezelf zijn. En dan ga ik nu die van mij vertellen. Dan kunnen jullie mij meteen een beetje beter leren kennen. Ik ben geboren in Baren. Ik hou van de geur van benzine. Echt serieus, als ik aan het tanken ben, dan sta ik gewoon zo. Vanaf mijn 8e woonde ik in Amsterdam. Ik vind babypotjes lekker om te eten. Ik ben geopereerd aan mijn ogen omdat ik scheel keek. Ik was een mega fan van Emma van de Spice Girls. En van Leonardo DiCaprio. Ik ben in mijn leven maar liefst 13 keer verhuisd. Ik ben een keer gesprongen van het hoogste punt in Curaçao. Nou ja, niet van de berg, maar dat springpunt waar je de zee in kan. Ben even kwijt hoe het heet. Ik heb nierstenen gehad, dat deed echt heel erg veel pijn. Meer dan mijn bevalling dan dat ik me kan herinneren. Die zijn vergruisd. Ik heb een neusoperatie gehad omdat ik een keer gevallen ben op mijn neus. Mijn neus had gebroken en jaren later zat één kant zeg maar dicht. En die is weer opengezet. Meteen daarbij is wel ook dit wat rechter gemaakt, waardoor het een halve soort van neuscorrectie is geweest. Ik heb 2 keer borstvergroting gedaan, maar ook gewoon 2 keer borstvoeding kunnen geven. Ik heb ooit mijn lippen laten opvullen. Volgens mij was het alleen de bovenkant. Ik had er enorm veel spijt van. Ik vond het echt niet mooi. Ik ben getrouwd geweest. Ik ben getrouwd op 8/8/2008. We waren toen 8 jaar en 8 maanden samen. We zijn 3 jaar getrouwd geweest. Toen zijn we uit elkaar gegaan. Dat was dus de vader van Yola. Ik heb 15 jaar als danseres gewerkt. Dansen is al sinds mijn 7e mijn hobby. En ik werk al 10 jaar als stewardess. Ik ben bang voor slangen en alles wat lang en glibberig is. Oh. Ik ben gaan vloggen omdat ik vooral heel erg gek ben op editen. Ik heb dyslexie, dit is getest en dat blijkt ook heel erg vaak. Ik heb daar best wel wat last van. Over een paar jaar zou ik of heel graag mijn eigen mediabureau willen hebben. Of ik wil editor worden van videoclips. Can't choose. Ik heb een fitnessopleiding gedaan en een visagieopleiding. Op mijn 18e had ik al een eigen bedrijf. Ik had een eigen paaldansstudio in Amsterdam. Ja, je hoort het goed. Paaldansstudio. En ik was de eerste van Amsterdam. Daar was ik super trots op. En het was, jawel, sportief hè. Ik heb mijn biologische vader pas voor het eerst ontmoet op mijn 23e. Ik heb periodes gehad waarbij ik echt heb gewerkt als een workaholic. Ik wil altijd ergens heel snel voor gaan, waardoor het meestal niet helemaal foutloos afloopt. Ik kan skiën en snowboarden, maar zeker niet zo hard als Bart. Ik ben een hele erge muziekliefhebber. Als we naar festivals gaan of feesten gaan, dan sta ik het liefste helemaal vooraan bij de DJ. Dus als je me kwijt bent, kan je me daar vinden. Ja, ook nu dat ik 34 ben. Mijn favoriete spel was vroeger altijd The Sims, maar dan wel met cheatcodes. Nu doe ik het zonder. De enige verslaving die ik heb is pulk aan mijn lip en koffie. De vetste vakantie was van mij de roadtrip door Amerika. Ik voed mijn kinderen op met heel veel vrijheid en zelfstandigheid, maar wel met hele duidelijke grenzen. Ik heb soms zo bizar veel ideeën in mijn hoofd dat ik gewoon echt helemaal dichtklap en het niet meer weet. Op het moment dat ik eindelijk heel even iets met die ideeën moet gaan doen. Ik denk dat het ook wel een beetje iets is van het creëren, createn. Van content. Dus dat je dus eigenlijk continu aan het nadenken bent over mogelijk content en zo. Ik mocht een keer de stewardess zijn van het Nederlands elftal. Ik was helaas getuige een keer van iemand die zelfmoord pleegde. En dan bedoel ik niet in als dat ik er echt invloed op had. Maar dat ik het gewoon zag gebeuren. Ik moet heel erg snel huilen. Zeker wanneer ik moe ben. Dus de laatste tijd. Ik werk eraan, maar ik kan heel slecht nee zeggen. En daardoor kom ik vaak in een situatie die ik liever aan me voorbij had laten gaan. Ik heb faalangst. Ik vind heel veel dingen leuk. Maar zodra het woordje moet ervoor komt, dan ineens wil ik het niet meer. Ik ben super hard voor mezelf. En slechte eigenschap.
Wanneer andere mensen niet hard zijn voor zichzelf, kan ik ze dat soms kwalijk nemen. I know, slaat nergens op. Ik spreek vloeiend sarcastisch. Dit kan soms een beetje verwarrend zijn. Ik word niet snel verliefd. Mijn naam is gewoon Nederlands, maar bedacht door een hele creatieve moeder. Maffe creatieve moeder. Mijn lievelingsdieren zijn een paard en een dolfijn. Paard heb ik gehad, dolfijnen. Heb ik een keer mee gezwommen, maar mijn grootste wens is om echt een keer te zwemmen met dolfijnen in het wild. Regelmatig heb ik momenten dat ik me echt vet gelukkig voel. Regelmatig heb ik momenten dat ik me echt super kut voel. Ik ben wispelturig. Eigenlijk ben ik een heel erge computernerd. Ik heb een stipje op mijn neus. Dit zit er overigens altijd. Dus voor degene die elke keer weer zeggen, Disney, je hebt hier wat. Het zit daar altijd. Laat je gekste dingetje over jezelf weten hieronder. Dankjewel voor het kijken. Ik zie jullie in de volgende vlog weer. Morgen waarschijnlijk. Doei! Oh ja, en abonneren, dat is gratis. Bye! Rock that joint.